Walkade in Nijmegen is in verband met het hoge water tijdelijk afgesloten. Vanaf 12 uur vrijdagmiddag rijden bussen en fietsers niet meer over de kade. Het gaat dan om het gedeelte tussen de Grote Straat en de Veerpoorttrappen. Fietsers en bromfietsers worden omgeleid via de Vleeshouwerstraat. Breng rijdt met de bussen via de singels. Auto's die geparkeerd stonden bij de Waalhaven zijn inmiddels weggesleept.